We zijn hier op het Nova College en we zijn bij de afdeling werktuigbouw. En daar hebben ze een prachtige mooie kart. Jacques, hoe komen jullie aan deze kart? Deze kart is gesponsord en in bruikleen gegeven door Tata Steel. En Tata Steel die is de hoofdsponsor van ons en die regelt heel veel dingen. En wij moeten enkel zorgen dat de kart goed blijft en in goede conditie blijft en verbeterd wordt. Dat doen de leerlingen. Hoe lang zijn jullie hier al mee bezig? Een kleine 5 jaar. Wat doen jullie zoal? Wij zijn druk bezig om te zorgen dat de kart in goede conditie blijft. We zijn bezig met de jonge mensen op te leiden om een aantal producten te maken voor de kart. We gaan dingen bedenken en die gaan dan in de werkplaats gemaakt worden en dan toegepast worden op de kart. In de kartsport en in de autosport algemeen, daar wordt regelmatig gesleuteld om betere prestaties te krijgen. Hoe gaan jullie daarmee aan de gang? Onze doelstelling is om een week voordat de race is, de kart helemaal klaar te hebben. Alles nagekeken, alles gecontroleerd en getest. En dan gaan we met een gerust hart gaan we naar de race. En dan is het beste dat we niet uitvallen. En dat gebeurt wel eens bij teams. Wat zou er bijvoorbeeld een reden kunnen zijn voor het uitvallen? Accu's niet goed opgeladen, problemen elektrisch, et cetera. Het is een pure elektrische kart. Er zit geen enkele verbrandingsmotor op. Wij zijn echt een heel duurzame kart. Is iedereen gemachtigd om op deze kart te racen? Er is een organisatie die met karten bezighoudt en daar hebben we een probleem mee met de licenties. Wij mogen niet racen, we mogen wel duurzaam test doen. We mogen kijken wie de constante rondjes rijdt. Dat doet onder andere John doet dat. En die zorgt dat hij ze constant mogelijke tijden maakt. Daar krijg je weer punten voor. En de vorige wedstrijd was wie de meeste rondjes kon rijden in 40 minuten. Ja, 40 minuten is voor de accu een behoorlijke belasting. Ja, en het is gelukt, op een gegeven moment, om daar nummer 2 te worden. Ja, dat is op een gegeven moment het grootste doel, om te zorgen dat de kart optimaal presteert. En racen, ja, is leuk, maar dat kan niet altijd. En met het karten in zijn algemeenheid, zijn er nog verplichtingen aan de coureurs? Ja, de coureurs moeten op een gegeven moment wel een verklaring laten tekenen door hun ouders, als ze onder de 18 zijn. En die ouders weten dan dat hun kinderen gaan racen. Want op het moment dat een coureur instapt en op de baan is, is hij niet verzekerd. Nu heb je net al verteld dat deze kart beschikbaar is gesteld door Tata Steel. Zijn er nog meer sponsors? Ja, op de neus staan een aantal sponsoren. Zoals Pentacon, Op de Velde, Keukenverniewers en de zijkant staat nog een bedrijf. Die dus ons jaarlijks een premie geven, een bedragje geven. Die dus ons een beetje uit de kosten helpen. Want voor de school is het natuurlijk een dure grap. John, jij bent een van de coureurs van deze kart. Wat maakt het zo mooi om te gaan karten? Het rijden is gewoon het leukst. En snelheid, tijd rijden. Wie het snelst tijd neerzet. En dat vind ik het gewoon het leukst. Wat heeft jou bewogen om coureur te worden? Ik heb vroeger veel geracen met karten en brommetjes en scooters. We hebben net van Jacques gehoord dat er eigenlijk het meer is gebaseerd op het constante snelle tijden te houden. Je hebt hier een stopwatch bij de stuur en dan kan je tijd neerzetten. Dan heb je 6 laps en dan kan je inschatten van wat jouw gemiddelde tijd is. Ivar, jij bent ook een van de coureurs, maar daarnaast ben je ook elektromoteur. Ja. Ken jij wat onderdelen aanwijzen wat op deze kart zit? Ja. We hebben hier de accu. Het zijn 42 volt accu's. Er zitten 16 geleiders in. Daarmee wordt de kart gepowered uiteindelijk. En dan hebben we hier achter, hier gaat normaal eigenlijk ook nog een accu in. Dat is om hier alles op aan te sluiten. Dus de stuur, of om de kart aan te zetten uiteindelijk. En stroom naar de accu toe te zetten. Dan hebben we hier de motor. En hebben we hier voor het koelvloeistof om de accu koel te houden. Tijdens de race wordt de accu dan waarschijnlijk zo warm dat hij gekoeld moet worden? Eigenlijk is het gewoon een soort veiligheid voor als hij te warm wordt dat er wel iets van koeling is. Je vertelde over het accu'tje wat achter de radiator zit.
Dat is dan voor het besturingsgebeuren? Ja, voor de besturing en om de accu zelf aan te zetten. Dat is een 12 volt accu'tje. En hier zit een soort van noodknop. Wat ja. is dit? Dit is voor als je hem wilt opladen. Dan moet je hem hier al in de stekker stoppen en hier al. En dit is eigenlijk gewoon een soort van aardedraadje. Dus als er iets fout gaat, gaat hij gewoon uit. Slaat hij uit. Naomi, jij bent een van de weinige vrouwen bij deze kartgroep. Ja. Wat is jouw functie binnen deze groep? Mijn functie is eigenlijk een beetje de WhatsApp-groep onderhouden en helpen waar het kan. Heb je nooit de behoefte gehad om een keer in die kart te gaan racen? Jawel, maar ik heb uiteindelijk toch bedacht om dat niet te doen. Dan voor de veiligheid, toch maar. Maar ik ben wel vaker ook wel meegegaan en heb als monteur. Lucas, jij bent captain van dit kartteam. Wat houdt het precies in? Ik hou bij wanneer de kart naar binnen komt om een coureur te wisselen. En of als we met één coureur rijden, dat hij even rondom de kart moet lopen. Banden wisselen en dat soort dingetjes. Nou ben je daarnaast dat je captain bent, ben je ook monteur. Wat doe je zoal? Ik zorg dat hij net in staat komt. We hebben ook een elektramonteur. Ik ben een normale monteur. Dus ik hou beschermkappen, we moeten elke keer af en erop. En de vleugels, banden moeten vervangen worden. Soms moet er een plaatje vervangen worden, daar ben ik dan mee voor. Ben jij ook degene die bepaalt welke banden op de kart komen? Ja, enigszins. Dat overleggen we wel met de teambaas. Terecht uiteindelijk onderkomt en wanneer. Wat zijn de recente verbeteringen aan deze kart? We hebben laatst de stuurpennen laten vervangen. We hebben de beugels voor het stuur laten verstevigen. We gaan een andere ketting erop zetten, want deze is wat losser. Gewoon weer een dikkere ketting onder. Gaan jullie ook nog aan de motor toch nog dingen veranderen? Aan de motor zelf niet, denk ik. Ik denk eerder aan de accu's. Dat ze wat langer mee kunnen. Dat we er wat zuiniger mee gaan rijden.